Dag dames en heren, ik zit hier in de Hansenzaal van de Sassenpoort en ik wil u graag wat bijpraten over Zwolse zaken. Het gaat goed met Zwolle. Het was zo tijdens de crisis en we zijn nu een beetje uit die crisis aan het komen en we hebben wat extra geld. En het is mooi om in onze prachtige stad te investeren. We gaan dat de komende weken en maanden met de stad en met de gemeenteraad bespreken. En we hebben een brief aan de raad gestuurd om daar een aftrap voor te doen. En natuurlijk blijven we investeren in dingen als het sociaal domein, zoals we dat noemen. De zorg voor mensen die dat nodig hebben. De bijstand voor mensen die dat nodig hebben. Proberen ze weer naar werk te begeleiden. Maar we investeren ook in de gebouwen in de stad. De stad blijft groeien. We zullen nog wel naar zo'n 140.000 inwoners toegroeien. Dat betekent dat er nog 10.000 woningen bij gaan komen. Maar dat we ook in de binnenstad allerlei ontwikkelingen gaan krijgen. Bijvoorbeeld in de Grote Kerk. Bijvoorbeeld in de Broerenkwartier, vlakbij Waanders in de Broeren. En bijvoorbeeld in het gebied rond het station. Er is al van alles gebeurd aan een reizigerstunnel. En we gaan een busbrug bouwen om de bussen aan de andere kant van het station af te wikkelen. Maar er kunnen daar ook nog allerlei andere dingen gebeuren. Daar is nu wat geld voor. En natuurlijk moeten we ook letten op dingen die veranderen om ons heen. Er komen minder grondstoffen. Het klimaat is veranderd, waardoor we vaker wateroverlast hebben. De fossiele brandstoffen zoals gas en kolen raken uitgeput. Dus we moeten naar andere vormen van energie toe. Dat zijn allerlei onderwerpen die we in de brief hebben behandeld en waar we met de raad en met de stad de komende weken en maanden over gaan praten. En dan, vlak voor de zomervakantie, gaan we er waarschijnlijk een besluit over nemen waar het geld de komende jaren extra naartoe gaat. Maar nu gebeuren er ook allerlei leuke dingen. Vlak voor de kerst mocht ik bij de opening van de Pathé-bioscoop zijn. En de komende maanden staan voortdurend openingen in mijn agenda. In april de nieuwe bibliotheek, net buiten de Stadsgracht. Hudson's Bay en Sarah, twee grote winkels, gaan open in de tweede helft van dit jaar. Volgend jaar de Hornbach op de Blaloweg. Maar al heel dichtbij is de opening van de Primark. Op 28 maart, 's ochtends vroeg, gaat de Primark open, de melkmarkt. En ik weet, want ik heb ook twee dochters, dat heel veel meisjes en anderen in deze stad daar naar uitkijken. Prachtige winkel is het geworden. We hebben er heel lang over gesproken hoe het zou worden. Maar nu het uit de steigers is gekomen, lijkt het alsof het er al jaren heeft gestaan. Heel mooi ingevoegd in die oude stad. Loop maar eens een keer door de voorstraat en kijk in de richting van de Grote Kerk. Dan kan je zien hoe mooi dat gedaan is. En wat ik een heel mooi pluspunt vind, is dat er komen bijna 200 mensen te werken. En een groot aantal daarvan zijn door Primark samen met het UWV geselecteerd uit wat wij noemen de kaartenbak. Mensen die een tijd geen werk hebben gehad, die in de bijstand zaten bijvoorbeeld, en er nu weer aan het werk kunnen. Eén van die mooie, prachtige dingen die er in onze stad gebeurt. Ik blijf ervan genieten en ik hoop u de volgende keer meer te vertellen over ons mooie Zwolle. Dank u wel.